Ik ben Paul Steenbrink, ik ben 51 jaar en ik werk 27 jaar voor mezelf als goudsmid. Face-to-face ringen is een concept dat we 2 jaar geleden eigenlijk op de markt hebben gebracht. We hebben ringen ontwikkeld en dat zijn eigenlijk altijd unieke ringen. De profielen van de eigenaren staan erop. Mensen maken foto's van degene die er op de ring moeten komen te staan. Aan de hand van die foto's gaan wij profielen tekenen. En als we die profielen hebben, dan kunnen we daar een ring van maken. Met een Ultimaker print je de ring. En die ring die stuur je op naar de gieter. Daar kan hij 1 op 1 een ring van gieten in staal, zilver of goud. Als je dit 20 jaar geleden of 30 jaar geleden zou moeten maken, dat zou niet te betalen zijn. Dat gaat niet. Kijk, je kan op een beeldscherm iets heel leuk maken, maar als het uiteindelijk dan klaar is en je doet het om, en ja, dan kan het alsnog tegenvallen. Dan heb je dus een mooie ring gemaakt die niet mooi staat aan iemands hand. Wij werken ook met goud en goud is een kostbaar materiaal. Als iemand een ring die wij standaard in de collectie hebben en die is 10 mm breed, als iemand zegt ik wil die ring graag zien in 6 mm, dan kunnen wij ook een prototype printen en laten zien of die klant die breedte mooi vindt. Deze sieraden zouden wij nooit gemaakt hebben als ik niet de mogelijkheid had om te printen met een Ultimaker. Voor ons is het echt een apparaat wat helpt bij de productie, maar uiteindelijk ben ik nog steeds degene die zelf de ringen moet afwerken en maken. Het is een stuk gereedschap voor ons.